Zo'n 14. Ik vind zelf deze verhaal soms altijd heel erg leuk als er ook zo'n plaatje bij staat en er heel verhaal achter zit. Je hebt hier namelijk een gebouw en het is zo'n 14 uit editie 10 en 19 uit editie 12. Nou, je gaat eerst kijken voor de inhoud van dit gebouw, uit wat voor figuur is die opgebouwd. En als je dat weet, ga je per figuur uitrekenen. Nou, je kunt het op verschillende manieren doen. Er zijn twee manieren eigenlijk. Je kunt nou kijken dat dit de piramide is, dat dakje, dat zien de meesten wel. Dat dit een balk is waar die klok zo op zit, dat zien ook de meesten. Maar dan dat rechte stuk, er zijn er best nog wel een aantal, die maken er zo een prisma van en dan hieronder een balk. En dat is goed, dat is helemaal prima, alleen het gaat sneller wanneer je ziet dat dit een prisma is. De rechterkant, waarvan het paarse vlak het grondvlak is. Kijk maar, dit is het grondvlak. En dan zijn dit die zijvlakken allemaal. Dat zijn die rechthoeken. Dan ga je sneller. Dus uit welke figuren is die opgebouwd? Uit een piramide. Piramide. Een balk. En een prisma. Je zou kunnen zeggen nog een balk en nog een prisma. Maar dan ben je dus extra werk aan het doen. Dit gaan we eens even uitrekenen. Nou, ik heb hier weer het minuutje gezet. Dit is dan van de piramide, maar straks bij het prisma geldt eigenlijk hetzelfde. Maar dan kun je het eigenlijk vervangen door piramide door het woordje prisma, want het is exact hetzelfde minuutje. En als je steeds 1, 2, 3, 4 aanhoudt, heb je ook een soort houvast. We beginnen met 1, een schets van het grondvlak. Nou, we gaan van deze piramide de inhoud berekenen. En wat je dan dus krijgt is eerst het grondvlak. Nou, dat heb ik zo. En nu zie ik dat deze 12 is. Kijk maar, want deze is 12, dus deze is ook 12. Het is niet dat deze opeens een stuk minder naar achter loopt dan deze. Dus deze kant is 12 meter. En dit stukje is ook 12 meter. Dus hij is 12 meter bij 12 meter. Ja, wat is dan de oppervlakte? De oppervlakte grondvlak, dat is dan gelijk aan. Er moet eigenlijk achter, maar ja, dat past nu even niet. 12 keer 12 is 144 vierkante meter. Ja? Let op, het is met vierkanten, want met zo'n tweetje, want je bent nog met de oppervlakte bezig. Nu gaan we naar de hoogte toe. De hoogte van de piramide. Hoogte piramide. Die moet je uitrekenen. En hoe pak je dat nu aan? Nou, dan ga je gewoon kijken. Het gaat eigenlijk om dit stukje. Oh, wij zijn nog op het begin. Kijk, dit stukje. Dit bovenste stukje. Dat willen we eigenlijk weten. Nou, dat stukje is. Het hele stukje is 35 meter. Nou, wat is er nu eigenlijk tot aan deze rand van die piramide? Dus ik ga van 35 ga ik dingetjes afhalen. Nou, doe ik 35 begin ik mee. Waar haal ik er af? Nou, sowieso tot hier. Dit stuk haal ik er af. Want alles wat hieronder zit. En dit stukje zo is precies 20 meter. Dus ik moet er 20 afhalen. Wat moet ik er dan nog meer afhalen? Nou, tot hier moet ik er ook afhalen. Hè? Dit hoort er ook niet bij. En dit stuk is 5 meter. Kijk maar, het puntje van het dak tot aan hier. Puntje van het dak. Puntje van het dak tot aan hier is precies 5 meter. Dus die 5 moeten ook nog af. Maar nu heb ik eigenlijk alles al afgehaald tot hier. Kijk zo, tot aan het puntje van het dak. Nou, dan mis ik nog een stukje van 4 euro. Of 4 euro, geen moeite worden. Van 4 meter. 4 euro, weet ook niet. Hoe hoog is dat dan? Nou, dan kom je in totaal uit op, even kijken hoor, 6 meter. Dus we zitten nu op 6 meter. Dit zou ik eigenlijk erachter zetten dan dit eronder, maar ik krijg het allemaal niet om de kerk heen gevouwen anders. Dus ik doe het even zo. Nou, dan is dus de inhoud. Inhoud kerk. Of inhoud dak, piramide. Piramide. Is gelijk aan. Nou, de inhoud van een piramide, eerst de algemene formule opschrijven. Is 1 derde keer de oppervlakte grondvlak keer de hoogte. 1 derde dus keer oppervlak grondvlak is 144. En dat is zo fijn als je dit minuutje aanhoudt, dan kun je het zo eruit halen. Hè? En dan krijg je hier kubieke meter, want we zijn in de ruimte bezig. En dan kom je uit op 288. Heb ik al eerder uitgerekend, dat kan ik niet zo snel uit mijn hoofd. Nou, die kan ik toevallig wel snel uit mijn hoofd, maar normaal gesproken kan ik niet snel. Deze toevallig wel.
288 kubieke meter. Nou, wat hebben we nu? We hebben nu dit dak. Dan gaan we nu kijken naar die balk. Nou, hier ziet het alweer staan. De inhoud van een balk is de lengte keer de breedte keer de hoogte. Als ik nu hier naar kijk, dan heb ik hier dus een aantal dingen voor nodig. Ik heb hier de lengte voor nodig. Nou, die is 12. De breedte is ook 12. Dus dat lukt allemaal wel. De lengte is 12 meter. De breedte is 12 meter. Kijk, dat lukt allemaal wel. Maar dan die hoogte. Wat is nu de hoogte? Nou, dan gaan we even kijken, wat hebben we? Je ziet, je moet deze hoogte hebben. Nou, dat is eigenlijk het hele stuk tot aan het haantje. En tot aan het haantje, dat stuk, dat hebben we net uitgerekend. Het stuk tot aan het haantje is 6 meter. Dus dit stukje daarboven is 6 meter. Nou, hoe groot is dan de hoogte? 35 min 6 meter. En dat is dus 29 meter. Dus die hebben we ook. Dan schrijf je op inhoud balk is lengte keer breedte keer hoogte. Ik zou het voluit schrijven, maar dan schrijf ik door de kerk heen. En dan krijg je dus 12 keer 12 keer 29. Ik schreef bijna 6 op, omdat daar 6 staat. 29 meter. En dan kom je dus uit op 4176 kubieke meter. Want we zijn met inhoud bezig. Kijk, continu ben ik bezig met inhoud. Kubieke ben ik bezig met oppervlakte, vierkanten. Dat zijn van die dingetjes, daar kun je punten op verliezen op de toetsen. Dat is zo jammer. Zo jammer. Dan gaan we naar de prisma aan de rechterkant. De laatste van deze. Dat tellen we nog even bij elkaar op. De prisma. Hoe zit dat nu? Nou, als ik hier kijk naar die prisma, daarvan is dit het grondvlak. Zo, dit is het grondvlak. Kijk of ik het oké inkleur. Nou, ik kan ermee door. Oeps, een beetje erover. Maar jullie snappen hem, hè? Nou, en dan gaan we eerst dus het grondvlak, moeten we de oppervlakte van berekenen. En daar zullen we eerst een schets van moeten maken. Dus je schetst eerst het grondvlak. Nou, het grondvlak heb ik geschetst. Dan gaan de maten erbij. Dit stuk is 20 meter. Dit stukje zo is 5 meter. Haal ik allemaal uit de tekening. 5 meter, 20 meter. Dit stuk is 12 meter. Dus haal ik allemaal uit het plaatje. Dan ga ik de oppervlakte uitrekenen van het grondvlak. Nou, hoe pakken we dat nu aan? Hier zie je een rechthoek. Ik heb hem niet helemaal in verhouding geschetst, zie ik nu, maar dat is geen ramp. En een driehoek. Nou, van een oppervlakte driehoek moet je weten. Oppervlakte driehoek is een half keer de zijde keer bijbehorende hoogte. Dus als ik zeg maar hier deze zijde heb, dan moet ik deze hoogte erbij pakken. En dat keer een half doen. Ik noem dit eventjes. Even kijken hoe het boek het doet. Het boek noemt dit 1 en noemt dit 2. Ik zal het zelf andersom doen. Maar ja, dat is zo persoonlijk. Het is maar net wie die vragen maakt, hè, wie ze uitrekent. Nou, en dan krijg je dus de oppervlakte is dus 1 en 2 samen. En ik schrijf dat altijd zo op, omdat ik dat heel duidelijk vind. Is oppervlakte 1 plus oppervlakte 2. En waarom? Ik denk dan eerst eventjes na, wat moet ik allemaal bij elkaar optellen? Zo doe ik het eigenlijk steeds bij dit soort sommen. Ik denk namelijk eerst na, wat moet ik allemaal optellen? En daarna hoef ik alleen maar in te vullen. En dat betekent dus dat je ook denkt, wat moest ik nou nog allemaal bij elkaar nemen? Maakt het, vind ik, makkelijker. Maar dat is ook weer persoonlijk, hè? Nou, de oppervlakte van 1 is dus een half keer, nou daar gaan we, de zijde, die is 12 meter, keer de hoogte, die is 5 meter, plus oppervlakte 2 is 12 keer 20. En dan kom je uit op vierkante meter. Hier staat een eentje, hoor. Nou, dan gaan we dit uitrekenen. Als ik hier een tussenstap op bij zou schrijven, dan zou ik hier opschrijven 30 plus 240. Maar ik verwacht dat jullie hier gelijk op mogen schrijven 270 vierkante meter. Ja. Dit zijn van die foutjes. Als ik moe ben, zou ik hier bijvoorbeeld nu gerust een drietje schrijven. Dus altijd even kijken. Oppervlakte, ja, klopt. Dan gaan we naar 3. En die zet ik even hier. Want dan kan ik straks daar verder met stap 4. De hoogte. Wat is nu de hoogte van dit prisma? De hoogte, of ja, prisma. Prisma is. Nou, de hoogte van dit prisma. Doe ik het minuutje even weg, hè, dat hebben we al best wel vaak behandeld. De hoogte van dit prisma is dus de afstand van het grondvlak naar het bovenvlak. Dus dit is het grondvlak. Er zit hier tegen die kerk, tegen die toren aan, zit het bovenvlak.
grondvlak, bovenvlak. En die afstand daartussen, dat is de hoogte van het prisma. Hè? Want dat is die afstand tussen die twee vlakken. Ik weet niet of je het kunnen zien zo. Ja, dat is die afstand tussen die twee vlakken. Dus dit is de hoogte van het prisma. Nou, wat weet ik dan? Nou, het hele stukje zo is 30. Dit stukje is 12. Dus de hoogte van het prisma is 30 min 12 meter. En dan kom ik dus uit op 18 meter. Dat is, ik dacht even dat het niet aan het opnemen was, maar dat is gelukkig wel. Dat is dus de hoogte van het prisma. Nou, nu gaan we naar stap 4 en dat is steeds de inhoud uitrekenen. Dus inhoud prisma. Dan zet je eerst de formule weg. Dat is de oppervlakte van het grondvlak keer de hoogte. Dus niet met die 1 derde, hè? Dat is bij een piramide. En dat is ook logisch, want bij een piramide komt het echt zo allemaal samen in een puntje. Bij een prisma gaat het gewoon zo recht omhoog. Ja, dat is even een balk, maar de balk is ook een prisma. Gaat zo recht omhoog, dus dan moet je niet keer 1 derde doen. Dus dan krijg je de oppervlakte van het grondvlak. Haal ik uit mijn eerdere berekening, uit stap 2. 270 keer de hoogte, die is 18. Kubieke meter, want we zijn met inhoud bezig. En dan kom ik uit op 4860 kubieke meter. Hoppa. Nou, dan zijn we er bijna. Ik heb nu deze drie. Je zou kunnen zeggen, deze ga ik nu bij elkaar optellen. Maar ik denk dat jullie docent het fijn vindt als jullie ook nog opschrijven dat de inhoud is dus 'inhoud piramide plus inhoud balk plus inhoud prisma. Met dat ik het zo opschrijf, verwacht ik eigenlijk dat jullie gewoon dit zo mogen doen hoor. Ik denk dat jullie gewoon mogen schrijven 'inhoud kerk is' en dan gewoon 288 plus 4176 plus 4860. Ja, dat mag ik natuurlijk niet noemen, maar dan kunnen jullie goed meeschrijven. En dat allemaal in kubieke meters. Zo. En dan kom ik dus uit op, dan moet ik even spieken hoor. 9324 kubieke meter. Dat is hem. Dus ik verwacht dat jullie dit niet zo kaal hoeven op te schrijven. Maar wel natuurlijk dit plus dat plus dat. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!